Het Korps Brandweer Suriname heeft vanwege de extreme droogte gemeend een plan van aanpak in elkaar te zetten. Daarin wordt namelijk aangegeven hoe er preventief en repressief gewerkt zal worden vanuit de brandweer. We gaan extra mannen moeten inzetten, zegt woordvoerder Alten Pinas. Dit is noodzakelijk omdat er de laatste tijd veel meldingen binnenkomen van gras- en vuilverbrandingen. Dus we gaan wat extra mannen inzetten. U gaat de brandweer echt veel meer op straat zien. Er zijn vakantiescholen. We gaan de meeste vakantiescholen aandoen. We gaan de vakantieoorden aandoen. De mensen bewust maken van de veiligheid op de vakantieoorden. Ze brandweer veiligheidstips geven ook. Proberen niet te duiken in het water. Niet een barbecue of geen open vuur hebben onder een tent, etcetera, etcetera. Dus de brandweer zal in deze droge periode extra te zien zijn op de openbare weg. Het is van belang dat de samenleving goed geïnformeerd is over brandpreventie in deze droge periode. Gezien de statistieken genieten de volksbuurten meer prioriteit, geeft Pinas aan. De buurten die we zullen aandoen zijn buurten die, waarbij de statistieken hebben aangegeven dat mensen het meest vuil en gras verbranden. Het zijn meestal de volksbuurten waar men zich schuldig daaraan maakt. En de brandweer zal dan extra manschappen inzetten in die periode om niet alleen repressief, maar ook preventief op te treden. De bikersuren worden niet alleen in deze periode ingezet. Ze zijn het hele jaar door bezig. In november bestaan ze er iets 3 jaar. En ze worden ingezet om dus ook preventief en repressief bezig te zijn. Ze zijn de verschillende buurten. Ze gaan mee naar scholen om die informatie te geven. Die bewustwording vanaf jongs af bij te brengen. Ze gaan ook mee naar een diverse buurten. En als er gras- of vuilverbranding daar mag plaatsvinden, dan wordt er opgetreden.